Vandaag heeft koning Willem-Alexander het korps commandotroepen in het zonnetje gezet. De Special Forces, zoals ze ook al werden genoemd, kregen een bijzondere onderscheiding uitgereikt. Een bijzondere eer voor het korps commandotroepen. Vandaag krijgt het korps de militaire Willemsorde voor hun buitengewone dappere inzet in Afghanistan. De elite troepen voerden tussen 2005 en 2010 meer dan 170 operaties uit, waarbij meer dan 110 gevechten plaatsvonden. Koning Willem-Alexander hecht op het Binnenhof de versierselen van de hoogste en oudste dapperheidsonderscheidingen van ons land aan het vaandel van het korps. En spreekt daarnaast prachtige woorden. Het korps kan zich meten met de beste special forces in de wereld. Het is voor het eerst sinds 1947 dat een Nederlandse eenheid de onderscheiding ontvangt. De laatste keren dat de militaire Willemsorde werd uitgereikt was aan majoor Marco Kroon en in 2014 aan majoor Gijs Tuinman. Allebei werden ze geëerd vanwege hun inzet in Afghanistan. Wie de verhalen hoort over de tijd van de commando's in Afghanistan, krijgt diep ontzag voor de eenheid. Kolonel Jelte Groen is hier, de huidige commandant van de korpscommandotroepen. En brigadegeneraal Otto van Wigge is oud-commandant van de korpscommandotroepen, als ik het zo mag zeggen. Nou is vandaag natuurlijk vast een prachtige ceremonie, maar het moment dat het bekend wordt gemaakt, dat is waarschijnlijk het moment dat de eerste eer bij de commandotroepen terechtkomt. Hoe was dat moment? Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder. Het is natuurlijk een enorme waardering dat je de hoogste eer die je als ene kan krijgen, dat die wordt gegund. Dus dat was een enorme eer, zoals ik zeg. Ja, ja. Is het ook een moment dat je ook meteen terugdenkt aan missies die hebben plaatsgevonden? Je bent natuurlijk sinds iets kortere tijd, je bent langer geweest in het verleden. Dan kan ik me voorstellen dat je dan denkt aan je makkers, want het is zo'n broederschap bijna. Jullie zijn heel erg hecht met elkaar. Ja, het is zeker toen bekend werd dat over een periode van 5 jaar, dus de hele Afghanistan-periode, gebeurt. Dan zijn natuurlijk heel veel mensen, bijna iedereen, het hele korps is uitgezonden geweest in die periode. Dus iedereen is ook daarbij betrokken geweest. Dus er zijn nog heel veel mensen uit die periode ook aanwezig. Dus er wordt natuurlijk heel veel over gesproken. En men is vooral heel erg trots dat die waardering dan nu gegeven wordt. Hij ligt voor u, die Willemsorde. Ja. Hij is aan het vaandel, is hij gehezen door de koning. Ja. Waar gaat de medaille dan naartoe, vroeg ik me af? Want die is niet voor één persoon. Nee, die is voor de hele eenheid. Die is ook inderdaad ook bedoeld voor het vaandel. Dus we hebben hem eraf gehaald voor vanavond, zodat je het kunt zien. Maar hij hoort aan het vaandel misschien zelf. Ik moet hem even laten zien hoe hij eruit ziet. Het is wel een prachtig... Oh, geef maar even. Dan kan ik hem even op de camera laten zien. Kijk, dit is uiteindelijk die Willemsorde, uitzonderlijk. Dit gebeurt niet veel, dat er een eenheid wordt bekroond daarmee. Wat was uw eerste gedachte als oud-commandant van de commandotroepen? Zeer vereerd, maar ook zeer vereerd met het feit dat ik eraan heb mogen bijdragen. Ja, precies. Dat vond ik het belangrijkste.